Hoe klinkt de Floriade? Voor die vraag stond Almeerse muzikant Ilko van Zanten of hij eventjes een nummer wou maken van het geluid van de tuinbouwtentoonstelling hier aan het Weerwater in Almere. En dat lukte Ilko en hij is bij ons. Hey Ilko, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou een typisch geluid van de Floriade? Een typisch geluid? Dat moest ik eigenlijk gaan ontdekken, hè? Ik kreeg een field recorder in mijn hand en ik heb de hele middag hier rondgelopen. En eindstand had ik een hele berg met geluiden. Ja, wat waren het de vogels of was het de wind of was het het water? Er was heel veel wind die dag, dus daar ontkwam je bijna niet aan. Dat is dan een heel, heel laag, irritant geluid eigenlijk. Ik heb echt van alles gevangen. Er waren een aantal kunstwerken die geluid maakten. Die hoor je bijvoorbeeld in het eerste stukje hoor je die heel goed. Zo'n soort xylofoon die is gemaakt om een boom heen. Hier een kunstwerk. Ik weet de naam niet. Ik weet de kunstenares wel. Dat kan ik even opzoeken. Maar nee, die doet er even niet toe. Maar dus dat is een heel opvallend. Dit is eigenlijk gewoon een muziekinstrument. Dus dat is ook makkelijker om muziek mee te maken. Maar verder ook een piepende machine. Toch ook voorbijgangers, vogels. Er waren echt verschillende kunstwerken die geluid maakten. Een hele berg. We kunnen er even naar luisteren, want we hebben wat klaarstaan. Kijk, ik ga naar achteren. Het is vooral heel erg ritmisch. Ja. Ik heb er gewoon toch gekozen om het een beetje toegankelijk en ook vrolijk vooral ook te maken. Leek me leuker dan een soort van piepknor. Waar ben je begonnen? Heb je een beat gemaakt van? Ja, je verzamelt eerst gewoon een beetje geluiden. Waarvan je denkt van, nou, hier kan ik wel wat mee. Inderdaad. En uiteindelijk heb ik volgens mij de beat gemaakt van een dichtslaande deur. Je hoort op een gegeven moment ook een piepende deur erin. Ik heb het trouwens gevonden. Het is Annabel Schouten. Yeah, die xylofoon heeft gemaakt. Xylofoon. En volgens mij heette die de speelboom of zo. Ja, Ilko, heel even. Want je kreeg de vraag van de Urban Greeners om dit te doen. Ja, Urban Greeners zijn eigenlijk een beetje de jonge groene ondernemers die zich hier met de Floriade bezighouden. Ja. Ja, maak iets of maak muziek van de Floriade. Toen ik tegen mensen zei van ja, er is iemand die heeft dat dus een aantal nummers gemaakt van de Floriade. Ze zeiden ja, het is vast heel stil. Vast heel stil. Omdat er natuurlijk geen bezoekers kwamen. Maar ik zei nee, maar het klinkt hartstikke tof. Dus je bent dus met die dictafoon of met die audiofoon op pad gegaan. En heb je ook iets proberen vast te leggen wat te weinig geluid maakte? Ja, ik heb van alles geprobeerd hoor. Kabbelend water en ik bedoel, dus zijn echt maar een fractie van de geluiden die ik had, heb ik uiteindelijk maar gebruikt. Want ik hoefde eigenlijk maar één dingetje te maken, maar ik vond het leuk. Het is een project gericht op online content. En ik dacht van, dan maak ik voor gewoon wel een aantal dingetjes. Dus ik heb gewoon nu 3 delen gemaakt van wat ik heb genoemd de 100% Floriade sounds. Dat is een beetje wat je bij een natuurwinkel misschien opzet en met die cd's. Ja. 100%. Dat kunnen we nog wat laten horen hoor. Het project heet Filter en ze koppelen het steeds aan een aantal pijlers die ze hebben. Ze hebben dus nature, tech, fashion, food en art. Dus ze linken het dan steeds aan. Dus die eerste die hebben ze dan gelinkt aan, even kijken, art. Ja, de eerste hebben ze dus gelinkt aan art, omdat vooral het kunstwerk van Annabel Schouten erin voorkwam. En laten we ook even naar een andere luisteren. Komt die aan, Ilko? Yes. Okay.
ook al muziek wat jij normaal gesproken ook maakt? Of wat maak je normaal voor muziek? Ik vind eigenlijk alles leuk om te proberen in de muziek. Ik maak echt al 30 jaar muziek. Misschien al langer. Ik denk ongeveer 30 jaar maak ik muziek. En ik vind het gewoon zo leuk om iedere keer weer wat anders te proberen. Ja. Dus, maar goed, wat je hier in deze muziek wel hoort, is een beats georiënteerde aan... Het is dance. Ja, ja. Floriade dance. Ja, EDM. Ja, want Eelco, krijg je wel vaker van dit soort vreemde verzoeken? Ja, eigenlijk steeds meer. Dat is wel leuk. Ik ben momenteel ook bezig met een geluidskunstwerk wat op het Centraal Station in Almere moet gaan komen. Dus dat is ook echt heel bijzonder. Okay, tipje van de sluier, hoe gaat dat klinken? Hoe gaat dat klinken? Ja, dat wordt een hele ervaring. Het idee is dat je ervaart... je moet weten, het perron is op zeeniveau. Want het perron is op de dijk gemaakt. En dat is allemaal precies op NAP. En op het moment dat jij dus eigenlijk het perron afdaalt... dus eigenlijk Almere binnenkomt, hè, met de trein... Dan ga je onder water. Als bezoeker, dan ga je eigenlijk onder water. En, die ervaring, ja, daar heb ik een soort muzikale vertaling van gemaakt. Ja, jij bent een beetje bezig met de soundtrack van Almere, lijkt wel, op deze manier. Want je hebt ook muziekstuk gemaakt voor Almere City FC. Ja, inderdaad. Dat als het team het veld oploopt, dan gaat iedereen uit zijn dak op jouw muziek. Zo maak je dus Eelco van Zanten verantwoordelijk voor de soundtrack van Almere. Nou, wat zeg je dat mooi, Odeke. Echt. Ja, heb je er zelf nog nooit zo over nagedacht? Nee, daar sta ik niet zo bij stil. Maar ik voel me wel gezegend met die leuke uitdagingen en opdrachten. Ik kan er echt mijn creatieve ei helemaal in kwijt. Ah, heel goed. Nou, ja. Waar kunnen mensen dit allemaal beluisteren als ze dat nog eens terug zouden willen luisteren? Ja, want deel 3 komt er ook aan. Hè. Dus je kan de Urban Greeners kan je volgen. Die heette gewoon Urban Greeners op Instagram. Je kan mij volgen. Ik heet Eelco van Zanten op Facebook, Instagram. Dus daar delen we af en toe deze dingen. Leuk. Dus deel 3 komt er nog aan. Heel goed. Eelco van Zanten, heel erg bedankt dat je eventjes tijd voor ons had. Ja, gedaan. Heel leuk.